Hoeveel is het geworden, gast? Hij is zo boos. Goedemiddag allemaal jongens en welkom bij weer een nieuwe vlog. Vandaag begin ik de vlog gelijk sportief en lekker en keihard gewoon, want het is vandaag chest day. Ik ben hier samen met je boy Joey, met mijn personal trainer. Dus we gaan vandaag weer even knallen. Ik moest een stukje omrijden, dat was wel even jammer, want mijn afslag die ik normaal moet hebben om naar Joey toe te gaan, die was afgesloten. Ik denk dat we maar best gewoon de warming-up kunnen skippen en gelijk de chest oppompen, toch? Ja, laten we het gewoon doen. Laten we die warming-up gewoon pakken met bankdrukken. Yes. Warming-uppie, 60 kilo's. Lekker man. Dat is wel een lekker shirtje man, lekker korte mouwtjes. Ja, tof hè? Ja man. Dit is een lekker shirt, dit is een Ghost Recon shirtje van Ubisoft. Dus dat is jouw van Ubisoft. Lekker man. Dat is een lekker shirt, lekker sportshirt. Ja, top. Van 60 gaan we gewoon gelijk naar 90 toe. Vijf keer joh, zullen we dat wel doen? Ja, vier keer. Vier keer staan. Ja, omdat we nog kracht willen sparen voor 120. 1. 2. 3. Ja, Makkie, moest hem op het begin pakte ik hem verkeerd vast. Je moest hem eventjes corrigeren. En bij de 120 moet je hem gelijk goed vast hebben. Dus dan moet je gelijk, als je die herhaling pakt, moet je zeker weten, oké, ik heb hem goed vast en dan doen. Anders heb je een probleem. Maar 120 kilo wil je niet nog even corrigeren. Nu komen we in de buurt van de gevaarlijke gewichten, jongens. We hebben hier een schijf van 20, een schijf van 15, een schijf van 10. Dat maakt samen 45, toch? 45, hè? Zeg ja, goed. 45 keer 2 is 90. Een stangetje erbij, dat is 20. Dat is 110 kilo. 110 kilo. Gaan we één keertje doen. En daar wil ik niet mee opscheppen jongens, maar deze voelde gewoon niet echt alsof ik er heel veel moeite voor moest doen. Dus 120 kilo moet zeker lukken. En wat ik nog steeds raar vind om te beseffen, maar het is echt zo, is dat ik gewoon letterlijk nog geen 4 maanden geleden bij Joel Beukers voor het eerst 100 kilo drukte. Echt net aan, hè. Net aan zonder hulp. En dat vond ik toen freaking zwaar. En inmiddels is mijn PR dus 122,5. Dat is echt zo verschrikkelijk snel gegaan. En we gaan nu dus weer voor 120 kilo. Oké, ik ga toch iets best wel lijps doen. We hebben net natuurlijk 110 gedrukt en dat ging prima. Maar we gaan nu gewoon voor een nieuw PR. We gaan nu voor 125. Mijn PR staat momenteel op 122,5. 1 keer, zonder hulp. Die staat ook op de vlog. En nu ga ik dus proberen 125 te drukken. Alleen. Woe! En dat ziet er dan zo uit. Nou, daar gaan we. Nee, dat is echt even te zwaar. Maar dan wil ik zeker nog 120 doen. Ja, kan nog, ja, 120. Ja, we gaan het hier niet bij laten. Kom, 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 duwen. Goed zo, ja. Zo, dit is echt alles geven, hè? Wow, dit was echt keihard vechten. Ik heb nooit zo hard gevochten voor een herhaling. Dat is wel lekker. Ja. Wow, maat. Ik had ook niet verwacht dat het zou lukken. Want je doet natuurlijk eerst 125 pogingen. Er gaat al zoveel kracht in zitten. Dat het eigenlijk daarna vrijwel onmogelijk is om nog 120 kilo één keer te drukken. Voor mijn capaciteiten dan. Maar het is gewoon gelukt. Damn, ouwe. Uiteindelijk ging het. Ik ben blij dat je het niet hebt geholpen. Dat je bleef zeggen, kom op. Want precies dat, hè jongens, dat is de motivatie die mijn personal trainer Joey dus heel goed kan geven. Op het moment dat ik hier, ik zweer het, als ik hier alleen aan het bankdrukken was, had ik echt gedacht, ik ben een lul, weet je wel. Maar dat Joey gewoon zo ervan overtuigd was van, Roy, je kan deze gewoon afmaken, ik ga je ook niet helpen. Daar lukt het. Dat is net even dat extra stapje wat ik met Joey eigenlijk altijd weet te bereiken. En dat vind ik dus ook altijd zo lekker aan personal training. Ik ben hier heel erg blij mee. Toch nog even 120 kilo helemaal zelf gedrukt. Even 25 kilo dumbbell press, jongens. Incline. Dus in totaal 50 kilo, maar 25 kilo per arm. Ah, dit voelt goed hoor. Het voelt vertrouwd. Ja? Ja, het voelt lekker. Is niet te licht? Oh, dat is gewoon goed. Zeker als warm wordt. Maar die 30 zit er wel in vandaag weer. Ja, denk ik wel. Hoppa. Ja, ik denk dat als we nu naar 30 gaan, dat gaat zeker weten lukken, maar dan maken we gewoon sets van 8. Achterhalen. Ja, is goed. 30 kilo per hand. Ja, dat is wel serieus werk hoor jongens.
Check die armen, man. Moet makkelijk kunnen. Yes. Zijn we hier al, ja? Nou, maar. Check okay, die triceps. Niet normaal. En 8. Die triceps stonden er wel uit in dit shirtje. Jawel. Ja. Dat gaat wel lekker. Hoi, Around the World. Niet echt een mainstream borstoefening. Nee, maar... Ik deed al met de voetbal, Around the World. Ja? De Messi van Uithoren. Nee man, dan eerder de Robben denk ik. Ja, Robben? Ja, gewoon snel zijn en dan binnenkomen en schieten. Of voorgeven. Lekker man. Voelt die? Oh, zwaar, maar lekker. Ik ben echt weer gesloopt door Joey. We hebben enkel borst gedaan. Het was eigenlijk de bedoeling dat ik ook nog triceps zou trainen. Gewoon de welbekende training, weet je wel, borst en triceps. Maar we waren zo lekker met borst dat we gewoon hebben besloten van, weet je wat? We gaan een hele training lang alleen maar borstoefeningen doen. Gezien het feit dat ik thuis natuurlijk gewoon een sportkamer heb, moet ik thuis vanavond nog eventjes zelf triceps doen. Dus dat is wel mooi dat ik nu een sportkamer heb. Dan kan ik dat gewoon op die manier prima combineren. En daardoor hebben we vandaag echt alles eruit kunnen halen wat erin zat in de borst. Weet je wel? Het slogan van Calvé. Volgens mij, haal eruit wat erin zit. Shout-out naar Calvé, maak een heerlijke pindakaas. Hey, dit was f***ing random en niet gesponsord trouwens ook, voor de mensen die dat gaan denken. Maar goed, ja, jeetje, ik ben gesloopt. Ik ga lekker naar huis. Straks in de avond dus nog even een chest training. En om 4:30 komt mijn Fortnite video online. En die moet ik nog even inplannen. Dus dat moet ik wel even snel regelen, maar dat komt goed. Ik ben ruim op tijd. Hij staat weer op zijn plekje. En dit, ik weet dat ik dit heel vaak film, dat hij gewoon weer in mijn garage staat. Maar het blijft gewoon ziek, weet je wel. Ik blijf die auto gewoon zo lijp vinden. Dat ik het zo vaak film als die gewoon weer op zijn plek staat. Mocht je er nou gek van worden omdat je helemaal geen autogek bent, dan spijt het me. Maar waarschijnlijk ga ik dat echt nog 20.000 keer doen. Omdat ik het gewoon steeds zo unreal vind dat ik daarin rijd. Ik kwam net de straat in rijden, dat ding maakt nogal wat kabaal. En het is nu dus net 4:30 geweest, dus de scholen zijn uit. Dus de straat stond vol met kinderen, allemaal filmen dat ik aan het reffen was en zo. Maar het jammer was, ik wilde net mijn camera pakken om het te filmen. Maar er zat ook nog een busje achter mij en die had schijnbaar best haast. Die zat echt ziek te bumper kleven. Dus die hadden volgens mij niet zo heel veel zin in dat reffen en in dat wachten. Dan rijd ik maar gewoon weer door. Maar de kinderen vonden het volgens mij fantastisch. Dus shout-out naar alle kinderen die net stonden en allemaal stonden te filmen. Want het was best wel grappig, totdat het busje kwam en die schijnbaar heel veel haast had en er niet zoveel zin in had. Dus ja, helaas kon ik het niet filmen, ik wilde net mijn camera pakken. Volgende keer beter, maar het was wel echt lachen. Inmiddels ben ik dus weer lekker thuis aangekomen, jongens. Lekker gechapt met mijn vriendin toentertijd nog. Die is nu... dat klinkt heel raar. Toentertijd nog, wacht even. Inmiddels ben ik dus thuis en ik heb net lekker gechapt met mijn vriendin. Die is nu onderweg naar een première toe. Die gaat vanavond een film kijken, een première. Hartstikke leuk met de vriendin. Ik ga hier even een game night houden en dat doe ik niet alleen. Nee, ik ben hier met de bekende, namelijk It's Your Boy Ton. Wat jij kan, kan ik ook. Ja, kan dat? Oh, jij maakt een Instagram-story. Sorrow! Snapchat, yes! Sorrow. Gaan wij even lekker een potje FIFA tegen elkaar doen? Ja, en ga je die even lekker verliezen? Ben je goed in FIFA of niet? Ik kan het wel. Ja? Ja. Maar ja, jij bent altijd zo'n macho met dat gegame, dus je zal er weer winnen. Ja, dat gaan we zien. Ik heb geen idee, gast. Speel jij veel FIFA? Nou, ik zeg altijd, er zijn maar weinig games die ik goed kan. Dus Call of Duty, FIFA en Minecraft. Oké, nou daar ben ik heel benieuwd, Minecraft gast. Minecraft kan je niet echt slecht zijn, dus dat is wel correct. Nee, dat is waar. Oké. Nou, ik ben Juve. Welke club ben jij? Ik ben Juve. En jij gaat Zoeven. Uit je aars. Oké, dan. Nee, welke club ga je zijn? Ben jij Piemonte? Ja, ik ben Piemonte. Oké, dan ben ik Liverpool, man. Liverpool. Liverpool? Oké, is cool. Nou, ik ga het er niet uitknippen of zo. Ik ga jullie zo meteen gewoon de eerlijke winnaar laten zien van ons potje. Dus ook al verlies ik, dan laat ik het gewoon zien. Dat is heel wat dat hij dit doet. Ja, ja, zeker. Dus we gaan het meemaken. Ik ben benieuwd. A few moments later. Het is serieus, geloof het of niet, 2-2 geworden. En we moeten nu penalties nemen. Na verlenging 2-2. We hebben allebei zo genaaid. Bizar, gast. Penalties. Ja, tellen we hem? Wie er nu wint met penalties? Ik vind het altijd heel gaar. Nee, ik kan geen penalties. Laten we gewoon opnieuw gaan. Ja, hè? Ja. Oké, top. Alright, we gaan opnieuw, Don. Goh. 0-0 weer. Gewoon weer Juve tegen Liverpool. Wat een lul. Net 2-2. Wat een lulpotje was. Ja, dat ging helemaal nergens af. Echt niet. 2 keer tot 3 minuten voor tijd scoorde ik nog de gelijkmaker. Ja, echt het is de 87ste minuut. Roy maakt 1-1. Daarna, 119e of 117e minuut maakt Roy 1-1. Of 2-2. 2-2, ja. Ja, bizar, gast. Echt. Maar goed, we gaan dus voor een herkansing. Hey Don, hoeveel is het geworden? Hey Don, hoeveel is het geworden, gast? Hij is zo boos. Kijk naar de statistieken.
zo hard genaaid, hè? Hoeveel FIFA zijn we verder? En we hebben nog steeds dezelfde problemen. Kijk naar deze statistieken, maat. Ja, wat is dit, gast? Wat is dit? Oh, schoten 20. 20-12. En ik had een 13-10. Oh, net was het veel erger. Dat komt waarschijnlijk door die verlenging. Ja, ik had net ook echt nog best de goals mogen scoren. Gast, al kunnen ze dit potje hebben zoals ze deze, als ze deze gelivestreamd hadden, jongen. Nou, je had echt 5 donaties uit medelijden, gast. Wil je nog een potje, gast? Ja, sowieso, man. Dat kan niet. Het boeit me niet dat ik verloren heb, omdat ik bijvoorbeeld niet, als ik niet beter ben, oké. Okay. Kijk, Roy is in heel veel spellen beter. Maar ik ben zo hard genaaid. Eerlijk, ja toch? Ja. Eerlijk, jij was ook boos op het potje en toen werd jij genaaid. Ja. Nee, absoluut. Absoluut. Je bent wel genaaid in bepaalde aspecten. Maar je moet ook niet ontkennen aspecten. Dat in het laatste gedeelte van het potje had ik wel echt nog makkelijk 2 goals kunnen maken. Ja, omdat mijn... Maar dat vloog er ook allemaal niet. Gast, weet je hoe Van Dijk door dat spel loopt? Hij heeft de bal, doet hij? Kijk, zijn voet niet van de grond. Daardoor, ik sta letterlijk gewoon achter over te pasen. Ik wil naar voren. Wat doet Van Dijk? Je staat stil hoor, je krijgt de bal en die maakt de 3-2. Ja, hallo, vind je gek dat ik dan verlies, man? Jee! Dat is er helemaal klaar mee. Ik heb dus de PlayStation gefixt in de woonkamer, zoals jullie waarschijnlijk wel weten. En dat levert hele leuke content op. Hele leuke potje FIFA. We gaan dus nog een potje doen, zelf teams weer. Nee, ik wil een ander team, man. Ander team, oké. Okay. Van Dijk is een f*** in het spel. Maar normaal is hij f***. Oké, andere team. Maar dit potje is wel minder spannend dan 4-0. Na dit potje wil ik ook niks meer vandaag hebben met FIFA te maken. 4-0, jongens. Het is klaar. Ik was Barça, Don was PSG. Iets minder spannend dit potje. Geef toe dat dit is echt... Nou, je hebt echt geen kans gehad in dit potje, gast. Nee, geen 1. Je voelt zo f***ed op. Ja. Geef toe, bro. Zo chagrijnig. Ik kan niet meer zijn. Je bent er echt helemaal klaar, hè, gast. Ik wil vandaag echt niks meer zien. Oh, en ik snap het. Ja, het gebeurt mij ook wel eens. 4-0 om de oren krijgen. Dat is niet vers. Maar jij doet nou ook net of je goed bent of zo. Dat is nog wat erger. Nou, zullen we nog een potje doen, maak je ervan? Nee, Ja, dan moet ik alleen een potje doen omdat je nu helemaal strijdt met die andere potjes waren nog een soort werk ook genaaid. Maar dan dacht ik, ja, dat slaat nergens op. Maar dit potje... Dit potje ben je gewoon echt ingemaakt, gast. Ja, door FIFA. Maar wil je het nog een keer doen dan? Ik ben ingemaakt door FIFA, niet door jou. Ja, dan 4-0. Nee, wil je nog een potje doen of niet? Buiten het feit omdat heel veel mensen nu waarschijnlijk denken, oh, dat is gewoon slecht, weet je wel. dat gaat gebeuren. FIFA heeft al 10 jaar hetzelfde probleem met al hun spellen en dat weet iedereen en er wordt niks aan gedaan. Maar gaan we nog een potje welke niet? FIFA bewaren ze hem? FIFA 2050? Ja, rot op, man. Wanneer komt de goede versie uit die wel die geen last heeft van mensen die niet bewegen? Van Dijk, weet je bent best triggerd, hè, gast. Maar wil je laatste nog een potje? Dan. Okay. En jouw controller heet ook gewoon Pauper. Dit spel heet Pauper, geloof ik. Pauper 20. Het is wel een leuk spel. Ja, toch? Oké, dan gaan we nog een laatste potje doen, ja? Hé, hey, Don, wat zei je net? Alsjeblieft, herhaal het gewoon. Maar jij weet dat het waar is. Ja, dit is ook waar wat je net zei. Daar moet ik ook zo hard lachen. Ik word nu zwolg volgende door FIFA, niet door Roy. Het is toch zo? Je moet even ja zeggen, dan, ja. Dit was heel erg. Echt, tot 3 keer toe pakte Don de bal van me af. En tot 3 keer toe pakte ik hem terug. En uiteindelijk scoorde ik eruit. Ja, maar de manier waarop je hem terugkrijgt, gast. Ja, het is heel ernstig. Hoeveel staat het eerste helft? Nou, nu ben ik niet boos. Nou is het gewoon terecht. Nou, oké, dat is goed. Dat is goed, toch. Het staat 4-0, waarvan 1 goal zwaar verdiend. Ja, de 1-0 was echt pauper. Ja, en de rest zijn gewoon verdiend, waren wel goed. Na eentje, ja. Oké, jongens, kijk deze goal even. Dit slaat helemaal nergens op. Let op. Mooie actie van Messi, allemaal prima. Let op. Wat doe jij, Suarez? Wat is dat voor schot? Net aan over de lijn. Rolt hij ook echt stil. Kijk, wat is dit? Wat is dit? Suarez. Wat heb je een pauper voor mazzel dat hij nog erin gaat, gast? Nou ja, telt in ieder geval wel. 5-0. Dat is dan wel weer mooi. Nou, ik scoor nu een goal met Messi. Deze moet ik ook wel even laten zien, hoor. Oi, 6-0. Jesus. Kom maar door. Let op. Daar gaat Messi op de bromfiets. Let op. Keepertje. Woep.
Oi, 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 oi. Dit was wel een hele lekkere hoor. Hier tegen het keepertje aan, wegdraaien. En hangen. Deze was wel ziek eerlijk toch? Deze was wel goeie. Ja man. Thanks, maat. Ik weet dat je het moeilijk vindt, maar ik vind dat je het nog best wel goed handelt. Want ik had het veel slechter kunnen hebben als ik 6-0 had verloren. Dus dat zeg ik dan ook gewoon in mijn eigen vlog. Ik had er totaal niet tegen gekund. Ik had de rest van de avond stap geweest. Als je deze manier verliest, dan ben je echt zuur. Dan ben je echt zuur. Dus ik weet hoe je voelt, dus ik ga je verder ook niet fokken. Want ik weet hoe dat is. Ja, 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 dat had jij wel gedaan, een vieze beunhaas. Maar ik spaar je, ik spaar je. Ja. Roy heeft nog eventjes late night gekokkereld voor... Onze boy Don. Kwanus is er ook bij. Kwanus! Hey! What's up? Want hij kan niet slapen. Lekker nassie hier. Lekker nassie daar. Waar? Ik zeg 16 bier. En er komt haar. Zo Don, hoe ga je het verwerken dat je zo hard hebt verloren op FIFA vandaag? Je vriendin een DM sturen. Uurtje later. Zit ik in de... Nee, maar je kan het wel hebben toch? Ja, ik kan jou wel hebben, maar FIFA niet. Nee, het laatste potje vind ik dat je echt terecht het doelpunt hebt gemaakt. Daar heb je hem echt volledig ingemaakt. Alle zes of... Nee. Van de zes doelpunten heb je de vier terecht gemaakt. Dus in mijn hoofd ben ik gewoon nog knijthard geboren. Gewoon terecht. Nee, maar daar was je echt goed. Maar gast, de andere potjes, man. Je moet toegeven, dat ene potje... Ja, die was wel echt ernstig. Nou, hoe ik 1-0 voorkwam. Maar ik weet ook precies wat je bedoelt. Want als je 1-0 achterkomt op echt een lame-ass manier. Zoals ik 1-0 voorkwam. Dan kan gelijk je hele potje al verkeerd zijn. Ja. Dan kan je die focus soms gewoon niet meer hebben. Dat je, dan blijf je erover nadenken en denken van gast, heb je zoveel geluk gehad. Maar ik denk dat ik ook dat nu, is FIFA. Ik denk dat ik ook nu moet stoppen met dat zei ik over FIFA. Maar het is wel zo. Ah ja, binnenkort revanche, Tom. Nou, ook ja. I'm just a little bit, bro. Anders ik wel met gamen, gast. jij hebt niet verteld en laten zien hoe chagro jij was in het eerste potje. Nee, maar ik heb wel alle potjes laten zien. Ik heb geen enkel potje eruit geknipt. Nee, maar je hebt niet laten zien hoe chagro je was tijdens het potje. Rood. Nee, okay. Niet te bruin. Nee, ik stond 2-0 achter. Dat vond ik niet vers. Hij zat te schelden en hij was chagrijnig en alleen maar jezus. Maar hoe was jij toen jij je potjes verloor? Volgens mij ook niet heel blij. Ik voelde me heel dubbel, laten we het daarover houden. Zo zie je er ook uit. Ja, mijn leuter ligt ook dubbel. Hey, later bro. Yo, yo. See you soon bro. Volgens mij zijn die daar nog afgekomen. Later bro. Ja jongens, Don is er dus vandoor. En ik heb zojuist weer lekker mijn Fortnite video in de render gezet. Die heb ik nog even snel geëdit en nog wat andere dingetjes afgemaakt. Het is inmiddels 3:05 s'nachts. Dus het is wel weer echt even tijd om te slapen. En daarna schoot mij net te binnen dat ik helemaal vergeten ben om nog mijn triceps te trainen. Dat ik beloofd aan Joey dat ik in de avond nog mijn triceps zou trainen. Wat we er niet aan toe zijn gekomen in de sportschool. Toen hebben we alleen borst getraind. Dus dat moet morgen dan gewoon echt gebeuren. Want triceps niet trainen is natuurlijk geen optie. Morgen om 5:00 moet ik weer trainen bij Joey. Dan ga ik als het goed is rug en biceps doen. Dus dan wordt morgen een extra zware dag. Want dan kan ik in de avond ook nog eens zelf in mijn eigen sportschooltje even triceps erbij doen. Zodat ik alsnog weer helemaal goed loop met mijn sportschema. Dat is zaak voor morgen. Voor nu ga ik lekker slapen. Beste kijkers, ik wil jullie bedanken voor het kijken in deze vlog. Hopelijk vonden jullie hem leuk en willen jullie hem nog even belonen met een blauw duimpje omhoog. Dat zou ik enorm waarderen. Abonneer op mijn kanaal voor meer Fortnite content. Maar ook natuurlijk de vlogs. Elke dag om 4:30. Dit soort vlogs waar je nu naar kijkt. Ik vind het nog steeds super leuk om te doen. En ik vind het dan ook erg tof om te zien dat er zoveel mensen naar kijken. Dus dank jullie wel. Jij die nu aan het kijken bent, dank je wel. Dat je elke keer weer naar mijn nieuwe vlogs kijkt. Dat waardeer ik enorm. In ieder geval voor nu bedankt voor het kijken. En hopelijk is het morgen om 4:30 weer bij een nieuwe vlog. Laters.